us and shape us with love all the way. We are the little apples of clay. Teach us and shape us with love all the way. A, Elam say the place to learn and play. A, Elam say the place to learn and play. A, Elam say the place to learn and play. I say Elam say is the place to learn and play. Hey, little moths of clay, teach us and shape us with love all the way. We are the little moths of clay, teach us and shape us with love all the way. A, Elam say the place to learn and play. A, Elam say the place to learn and play. Hey, Elam say the place to learn and play. I say Elam say is the place to learn and play. Hey, we are the little moths of clay. Teach us and shape us with love all the way. We are the little moths of clay. Teach us and shape us with love all the way. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Namens de gezagvoerder heer Giovanni Rigiel en zijn bemanningsleden heten wij u van harte welkom aan boord van deze Boeing LMC 2018. De geschatte vluchtduur is ongeveer 3 uren. Zo nu en dan zullen er onweerbuien zijn. Tijdens de vlucht is zitten op uw plek verplicht. Ik vraag u nu aandacht voor de volgende instructies. Aan uw rechterkant heeft u de toilettengroep. Aan uw linkerkant is de fotoboot. Linksachter is de uitgang. Rechtsachter is de bar. Bij onze pauze zijn mag u gebruik maken van de bar. Bij het maken van foto's niet voor de camera staan. Lachen, gieren, applaudisseren en genieten van de avond is toegestaan. Vanwege standaardvoorschriften dimmen wij de cabineverlichting tijdens de start. Dames en heren, jongens en meisjes, dank u voor uw aandacht en namens de gehele bemanning en mijn persoon wens ik u een prettige vlucht. Thank you for choosing LMC. We take you to your next destination. Cabin crew, take your seat. Captain, take off. Van LMC 2018. Mijn naam is Wendy Duiker en ik ben vandaag jullie MC van de avond. Alles goed met jullie? Ja. Jullie zien er prachtig uit. Mama's, papa's en alle lieve kinderen, geweldig. Als u met mij samen opstaat, gaan wij dus nu het volkslied samen zingen. God zij met ons, u de kleuters van kleuter A, met een daverend applaus. Ik kan u meegeven.
naar het podium. Ze hebben keihard gewerkt om dit zo goed mogelijk voor u voor te dragen. Onder begeleiding van juffrouw Stephanie. Terwijl ze van het podium gaan, maken we ons ready voor de voordracht van peuter 1. En dat is onder begeleiding van juffrouw Priscilla. Breng hem in! Hier komen al onze piloten en stewardessen en stewards. Komen jullie allemaal? Ziet er niet geweldig uit? Allemaal, komen jullie maar. Geweldig. Goed zo. We gaan allemaal goed luisteren terwijl ze zich ready maken om voor u hun voordracht te doen. Nog eventjes en dan gaan we starten. We regelen nog alle steentjes voor de cameramannen, voor de fotograaf. En dan gaan we van start. Ja? En we gaan beginnen. Helemaal, we gaan nu van start. Oké, nog eventjes. Iedereen nog een beetje opschuiven. Goed zo. Wie gaat een beetje naar voren? 1, 2, 3. Goed zo, mag ik een daverend applaus, maar we gaan het nog een keer doen. Goed zo, we doen het nog één keer. Yeah.
van het podium. Ze hebben dat geweldig gedaan. En voor 3 tot 10 tellen hebben jullie dat gezien. Geweldig, geen man. En dan gaan ze van het podium terwijl we ons ready maken voor voordracht van Peuter 2 onder begeleiding van juffrouw Tisha. Terwijl Peuter 2 zich klaarmaakt en op het podium komt, mag ik dan een daverend applaus voor Peuter 2. Ook deze stewardessen, piloten en stewards zien er prachtig uit. Komen jullie maar. Geweldig. Terwijl ze zich ready maken. Iedereen netjes staan. Voor de cameraman en de fotograaf. En deze peuters zingen onder begeleiding van juf Tisha. Zo. Mag ik nog een applaus voordat ze beginnen? Dank u wel. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Ze gaan het nog eens doen en de hele klas gaat het doen. Juf Tisha gaat aan de voorkant staan en ze gaat met jullie bezig zijn. In de pas samen naar de kleuterklas. 3 en 4. En bij naast mij is een stoeltje vrij. Nog een keer. 3, 2, 3, go! Mag het stil in de zaal? Goed zo, mag ik een applaus voor deze flinke kinderen? We gaan nu af van het podium. Terwijl onze kleuterbeentjes zich ready maken. Deze kinderen maken zich ready voor de eerste klas, oftewel leerjaar 3. Mogen we ze applaus geven en ze komen zo op het podium, terwijl kleuter 2 van het podium gaat. Kleuter B zal een voordracht doen onder begeleiding van juf Lindsay. Juf Lindsay, als uw bemanningsleden ready zijn,
plaatsvinden. We zijn ready. Social media, maar natuurlijk ook een website. We launchen dus vanavond onze website. Is dat niet geweldig? Geweldig. We zijn blij dat we dit mogen doen vanavond. We willen het samen met u delen, dus we launchen vanavond de website. Later op de avond zult u een kijkje kunnen nemen. Maar het is wel goed als school dat je bekend staat, dat men je kan vinden en alle informatie kan krijgen. Dus dat is een van de grote verrassingen, dat we de website dus vanavond launchen. Mag ik nog een applaus daarvoor? De liedjes die kleuter A en kleuter B hebben voorgedragen, van die liedjes zijn er clips geschoten. Deze clips zult u dus vanavond gebeamd zien. Is dat niet geweldig? We kijken dus allemaal uit naar blijde gezichten op het scherm. En dat zullen we dus later op de avond zien. Zo, we zijn al zeker de helft gepasseerd voor de avond. Dat gaat heel snel. Maar dat krijg je als je flinke LMC'ertjes hebt. Dus, ja, jullie moeten een applausje geven. Want ze zijn echt flink. Ze zijn echt flink. Ik kan u iets verklappen. Eén ding.
De clips die u zult zien zijn binnen 2 uurtjes gefilmd. En dat wil zeggen, we hadden een groep kleutertjes van ongeveer 28 en de beetjes 20. En we hebben het binnen 2 uren kunnen vastleggen. En ik kan u zeggen, ik heb een beetje gepiept en het ziet er geweldig uit. Zijn jullie zo enthousiast als ik? En dan zullen we het dus vanavond bekijken. Captain, heeft u iets voor mij? Heeft een mededeling, komt u maar. Zo, crew members, take your seats, fasten your seatbelt, turbulentie. Vliegtuig gaat hoger op, dus tijd voor een pauze. Pauze! Zoals u nog even, zoals u heeft begrepen, heeft u dus aan uw. Op aan mijn linkerzijde is het dus dan en aan uw rechterzijde hebben we dus de baan. Er zijn daar snacks te verkrijgen. U mag dus daar gaan op drank en snacks te halen. Tegen een zeer redelijke prijs. Gaat u maar. I'm sorry.
Mogen we nog een warm applaus voor de kinderen van kleuter A, kleuter B. Die het geweldig hebben gedaan. En zoals ik aangaf, deze clips zijn binnen 2 uren geshoot. Is dat niet geweldig? We gaan nu onze website bekijken. Heel snel, want we zijn aan tijd gebonden. Maar we willen toch even dit met u delen. Gaat u met ons meekijken? De bedoeling is dat we dus u nu een klein beeld geven van hoe de website eruit zal zien of eruit ziet. En u mag dus thuis dan zelf een kijkje nemen. Ik heb begrepen dat u nu al op uw telefoon mag om op de website te gaan en een kijkje mag nemen. Het is www.littlemonsofplay.com. Dit zijn onze prachtige leerkrachten, het was een gezellige shoot. Heeft LMC niet alleen maar mooie mensen? Geweldig. En ik denk dat u hem de hele avond zo een beetje heeft gezien. Meneer Guillermo Farnold, als u even gaat opstaan. Dit is de maker van onze website. Mag ik een hartelijk applaus? Hij heeft het geweldig gedaan. Dank u wel, meneer Farnold. Als u de website bezoekt, mag u ook altijd een comment achterlaten. We kijken er naar uit. Dat was het voor de website. Heel snel bekeken, maar u mag vanaf vandaag een bezoekje brengen en het rustig bekijken op www.littlemonsofclay.com. Mag ik nog een daverend applaus voor onze launch van de website. Goed zo, mag het weer stil. Hebben jullie allemaal genoten van de clips en de website? We gaan dus nu naar het officieel gedeelte. En hierbij wil ik uitnodigen om op het podium te komen juf Marika en juffrouw Stephanie. En ik snap dat dit niet op het programma staat. En wanneer juffrouw Stephanie en juffrouw Marika op het podium zijn, wil ik juf Kim ook op het podium. Juf Kim, welkom. Dankjewel, juffrouw Wendy. Goedenavond, ouders. Maar u klinkt zo moe. Heeft u slaap? Kunnen we stoppen? Goedenavond, ouders. Ja, dat voelt beter aan. We zijn dus gekomen bij het officiële gedeelte. En daarbij moet ik u, voordat we overgaan van dat gedeelte, moet ik een paar regels doorgeven. Mogen alle kinderen gaan zitten? Het is heel erg druk. Behalve de klas die straks op het podium komt. We beginnen bij peuter 1. Dus peuter 1 onder begeleiding van juf Priscilla. Die mag alvast ready staan. En juf Kim kijkt me aan, natuurlijk. Omdat het niet de bedoeling is dat juffrouw Stephanie en juf Marieke nu op dit moment hier staan. Maar juf Kim maakt zich nu ready om de peuters en de kleutertjes hun certificaten te geven. Omdat ze zo geweldig zijn geweest en een geweldig jaar achter de rug hebben. Maar onze directrice heeft ook een geweldig jaar achter de rug. We zijn trots op de en we zijn heel erg blij met haar. En ik denk u ook. Dat is nu niet voor dit moment. U mag 2 stappen naar voren maken. Nee, dank u wel. En ze houdt niet van verrassing. Kijk, dat is echt niet van. Maar we konden het niet laten. Juf Kim. We zijn geweldig trots op u. We zijn blij met u. We vinden het prettig
om medewerkers van u te zijn. En we konden het echt niet laten om u een geschenk te geven deze avond. U mag het nu in ontvangst nemen van juffrouw Stephanie en van juffrouw Marieke. En u mag het gelijk open doen. Volgende klas. Alsjeblieft en heel veel succes. Shane Bell, gefeliciteerd en heel veel succes in het volgend leerjaar. Alsjeblieft. En onze Wishan
Ik moet dit erbij verklappen, Wishan. Wishan heeft volgens mij heel eerste kwartaal heel erg gehuild. Elke dag als hij kwam. Maar nu gaat hij als een flinke man over naar de volgende klas. Gefeliciteerd, Wishan. De volgende drie. Faith Suwarto, Farah Suwarto, Surya Simpson en Gamaliel Simonson. Kijken naar mama en papa. Kijken naar mama en papa. Daar staan ze. Gefeliciteerd, Surya Simpson. Gefeliciteerd, Farah Suwarto. En veel succes in de volgende klas, alsjeblieft. Gefeliciteerd, Gamaliel Simonson, alsjeblieft. En veel succes. De volgende drie. Siraili Salman. Roshaina. Roshaya Matuni. En Malik Hopkinson. Siraili Salman, ook jij gaat naar het volgende leerjaar, alsjeblieft guru. En gefeliciteerd. Goed zo, je hebt je best gedaan. Roshaya Natuni, alsjeblieft. Gefeliciteerd, andere hand schatje. Gefeliciteerd en veel succes. Volgend leerjaar. Malik Hopkinson, gefeliciteerd. Ook jij hebt je best gedaan, veel succes. Alsjeblieft. De volgende drie. Amaris Darson, T.L. Abrahams en Kiara Dulder. Amaris, gefeliciteerd. Nee, eerst met z'n drieën staan. Eerst naar die mama's en papa's kijken. Staan jullie dan? Ook voor de foto. Netjes staan. Kom op. Amaris, kijk nog. Naar mama en papa, juist. Zo. Daar staan ze. En nu pas Amaris. Gefeliciteerd, Amaris. Kijk naar me nou. Gefeliciteerd en heel veel succes het volgende schooljaar. Ook jij, kleine man, moet je goed zetten. Goed zo. Gefeliciteerd. T.L. Abrahams, veel succes volgend schooljaar. En blijf altijd je best doen. Miss Kiara Dulder, hartelijk gefeliciteerd. En ook heel veel succes het volgend leerjaar. De volgende drie. Shane Reisel, Farzana Badula en Shabil Betterson. Shabil, Shane Reisel. Netjes staan, staan jullie mooi dat de fotograaf een mooie foto kan maken. Goed zo. Farzana Abdullah. Gefeliciteerd, Farzana. Veel succes het volgende leerjaar. Alsjeblieft. Jagil Betterson, de langste man van LMC. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. En blijf je best doen, Jagil. Janee Reisel, gefeliciteerd, Voodoo. Blijf je best doen. Ook het volgende schooljaar. Gefeliciteerd. De laatste twee van deze klas zijn Kimali Panka en Jeremiah Tonawi. Goed zo! Wow, wat is dit? Een modderman pet, no? Meneer Tonawi. Meneer Tonawi, gefeliciteerd. En heel veel succes volgend leerjaar, alsjeblieft. En Kimali Panka, ook gefeliciteerd, Kudu. En ik ben super en extra trots op jou, want zij kwam binnen het derde kwartaal. En we moesten elke keer bel papa, kom maar, ik wil weg. Kimali, nu mag je ook naar het volgende leerjaar. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Nou, dat waren dus de peuters van de juf Priscilla. Juffrouw Priscilla, komt u naast me staan. Juffrouw Priscilla heeft geweldig werk gedaan, klopt dat? Echt waar, veel geduld is niet een juffrouw die van praten houdt zoals ik. Maar ze doet haar werk keurig en behoren.
Ja? Maar ook deze juf gaat vanavond naar het volgend leerjaar. Voor het komend leerjaar staat juffrouw Priscilla voor leerjaar 4. Dat is kleuter B. Dus juffrouw Priscilla, take off. Leerjaar 2, sorry. Juffrouw Priscilla, take off. Zo, mag ik een applausje voor juffrouw Priscilla? De leerlingen van juffrouw Tishana. Die komen nu op het podium en dat doen we dan weer in groepjes van 3. Deze piloot heeft zang. Zijn er ook piloten met staartjes? Zijn toegestaan, hè? Zo, zo, zo. De eerste 3. Ilke Velter, Jaden Dundas en Jodel Dankoor. Waar zijn ze? Jodel, Jaden en Ilke. Jaden. Jaden wil op het podium dan. Netjes staan, Ilke, ik weet dat je kan dansen en straks mag je helemaal los. Maar voor nu moet je eerst je certificaat ontvangen. Jodel, keer je om? Goed zo. En dan krijgt Ilke zijn certificaat. Ilke, gefeliciteerd. Blijf je best doen, kleine man. En heel veel succes het komend schooljaar. Alsjeblieft. Jodel, dank hoor. Gefeliciteerd. Heel veel succes in kleuter A of leerjaar 1. Goed zo. Jaden, ik wacht op je. De volgende 3. Rozen. Sodrono, Kiara Aldenstam en Sohani Premchand. Rozen en Suhani. Suhani, gefeliciteerd. Ook jij gaat naar het volgende leerjaar. Handen uit je mond doen. Goed zo. Gefeliciteerd en heel veel succes. Alsjeblieft. Rozen Sodrono, ook jij was een beetje een huilmeisje, maar nu ben je een flinke tante, toch? Hartelijk gefeliciteerd en heel veel succes. Alsjeblieft. De volgende 3. Shamil Struiken, Juritja Sweep en Melanie Lee. Gaan jullie staan en kijken naar het publiek? Goed zo. Meneer Struiken. Is meneer Struiken klaar met groeten? Juritja Sweep, hartelijk gefeliciteerd, Boudou. Ook jij gaat naar het volgende leerjaar. Blijf je best doen, tante. Alsjeblieft. Meneer Struiken, gefeliciteerd. U gaat ook naar het volgende leerjaar. Doet u uw best, ja? Alsjeblieft. Melanie, gefeliciteerd. Blijf je best doen en blijf super flink zoals je bent, ja? Gefeliciteerd. Dames en heren, ik hoor jullie niet meer applaudisseren. De 3 volgende zijn Tatiana Hakahin, Shane Pawiro en Eleonora Sané Pawiro, klopt. Waar zijn ze? Sané, Tatiana en Eleonora. Daar staan ze, prachtige stewardesses. Mooi. Gefeliciteerd Sané. Waar is Sané? Gefeliciteerd Sané. En blijf je best doen in leerjaar 1. Ja? Tatiana Hakahin. Gefeliciteerd tante. Andere hand doen. Gefeliciteerd en doe hard je best in leerjaar 1. Ja? Alsjeblieft. Eleonor.
Gefeliciteerd, tante. En blijf je best doen in leerjaar 1. Alsjeblieft. De drie volgende. Guel Kolle. Jelani Vervuur. Jelani en Rafael Sopawiro. Gaan jullie staan en kijken naar het publiek? Wat is dit? Motodansina? Guel Kolle. Guel, gefeliciteerd en heel veel succes in leerjaar 1. Alsjeblieft, Guel. Jelani Vervuur. Jelani, gefeliciteerd, Gudu, en heel veel succes in leerjaar 1. Rafael Sopawiro. Rafael, mag ik een handje schudden? Goed zo, gefeliciteerd, Rafael. En veel succes in leerjaar 1. Alsjeblieft, breng voor mama. De drie laatste. Jeremy Kromopawiro, Gizara Webel en Kaylee Slenger. Staan jullie en kijken jullie naar die mama's en papa's? Jeremy Kromopawiro, hartelijk gefeliciteerd en veel succes in leerjaar 1. Alsjeblieft. Gisara Weibold, hartelijk gefeliciteerd en veel succes in leerjaar 1. Kaylee Slijngaard, hartelijk gefeliciteerd en veel succes in leerjaar 1. Alsjeblieft. Mag ik nogmaals een applaus voor de peutertjes? En terwijl die daar staan voor de foto's, gaan we door met de uitreiking van kleuter B of leerjaar 2. Juffrouw Tisha. Ja, juffrouw Tisha heeft ook geweldig werk verricht. Heel veel geduld heeft ze gehad met haar klas. En ook daarom gaat zij vanavond over naar leerjaar 1. Juffrouw Tisha, ik ben trots op je. Juffrouw Tisha, take off. Dank u wel. Leerjaar 2 komt nu aan. Voor leerjaar 2 hebben we een jaarboek ontworpen. Zometeen ontvangt u dus een jaarboek. En daarin zijn er prachtige foto's van het jaar. De verschillende activiteiten hebben we zoveel als mogelijk voor u verwerkt in het jaarboek. En u zal ook vinden hun rapport, hun oorkondes en hun veterdiploma's. Als u dit ontvangt, gaat u snel even door de namen om te kijken als die correct zijn, maar zeker ook hun geboortedatum. Ja, als er op- en aanmerkingen zijn, kunt u dat aan het eind van de avond even doorgeven aan juf Kelly of aan juffrouw Marieke. Als er op- en aanmerkingen zijn ten aanzien van de namen of hun geboortedatum. Ja, en als u ziet dat die rij te lang is, mag u het altijd ook even mailen. Maar dat wil zeggen dat die foutieve terugkomt en dan krijgt u pas in oktober die goeie. Ja, tenzij u bij ons weggaat, dan gaan we kijken wat we voor u kunnen doen. Maar de hele vakantie mag u die foutieve dan houden en dan in oktober krijgt u die goeie. Maar laten we hopen dat er geen enkele fouten zijn. Nou. De eerste drie van vanavond die gaan naar de eerste klas of leerjaar 3 zijn Jeremy, Jaden en Chelsea. Jeremy, goed zo. Je mag kijken naar de mensen daar. Wat is die moeder van jullie met je petje aan de zijkant? Zo, ja, goed zo. Ja, Jaden, daar staan ze. Jullie gaan naar leerjaar 1. Jeremy Banda, hartelijk gefeliciteerd en doe heel hard je best. De basis is gelegd. Je kan het, ik geloof in je. Alsjeblieft, Jeremy, veel succes. Chelsea, onze kleine modomissie, maar ook een superflink meisje. Je bent nu al 2 jaar bij ons, dus ik weet dat je heel goed je best zal doen. En ik reken op je. Ja, Chelsea, alsjeblieft, gefeliciteerd. Oh, laat me je feliciteren. Gefeliciteerd. Jaden, keer je pet weer om. Nee,
Ja, dat is onze Jaden. Jaden kwam bij ons in het derde kwartaal. En we zijn super trots op je, Jaden, want je hebt heel hard je best gedaan. Gefeliciteerd en veel succes in de eerste klas. Alsjeblieft, Jaden. De volgende drie. Jaslyn Valies, Kishairo Remak en Dishairo Reis. Nou, opmerkelijk van deze klas dat je hebt een Kishairo, een Dishairo en een Rishairo. Oh my goodness. Ja, dat zijn drie Shairo's hebben we. Maar de eerste van vanavond is Jaslyn Valies. Gefeliciteerd mevrouw Valies, super flink. Vanavond heb je lippenstift, maar dat mag. Ik ben trots op je, je bent ook 2 jaar al leerling van ons. Blijf je best doen, ja? We kijken uit naar die tiener. Goed zo, gefeliciteerd. Alsjeblieft. Meneer Rees, Sang, I salute you, gefeliciteerd. Je gaat naar de eerste klas. Jij bent die dansman van Kleuter Beta. Blijf je best doen en ga nooit voor een 6, maar altijd voor een 10. Ja, gefeliciteerd. Alsjeblieft, Ishairo. En als een kleine grote man hier, gefeliciteerd. Deze is welke Shairo? Ishairo Remak. Gefeliciteerd. En blijf je best doen, want je kan het. En je huilt niet meer, dus we gaan voor die 10. Gefeliciteerd. Alsjeblieft, Ishairo. De volgende 3. Ilhan Takourdin, Joël Lamsberg en Martina van der Kloos. Kijken jullie naar die mama's en papa's? Keren je om, Ilhan? Even een foto. Yes. Martina, even omkeren. Ilhan Takourdin, gefeliciteerd. En ik heb de eer om jou te kennen vanaf je 1 jaar bent. En nu ga je naar de eerste klas. Ik ben trots op je. Blijf je best doen en ga altijd voor die 10. Ja? Gefeliciteerd, alsjeblieft, Ilham. Joël Lamsberg, gefeliciteerd, meneer. Doe je best. Je bent heel stil, maar je kan heel goed presteren. Ik ben trots op je. Gefeliciteerd. Alsjeblieft, Joël. En onze Martina. Gefeliciteerd, Martina. Ik hoop dat ik al een... dat de garage gesloten is. Kom het schooljaar. Maar doe je best, ik ben trots op je. Maar doe jij met een van die modo missies. Juffrouw Lizzie gaat jullie echt missen. Ga altijd voor die 10, Martina. Wees niet tevreden met de 6. Gefeliciteerd. Alsjeblieft, Martina. De 3 volgende. Elijah Simpson, Eva Walker en Ilo Groenhart. Nou, daar staan ze. Dit is een bijzondere groep. Ilo, gefeliciteerd. Jij gaat naar de eerste klas. Ik twijfel helemaal niet, want je kan het. Je bent een super flink kind. Blijf altijd je best doen. Ja, Ilo? Gefeliciteerd, Ilo. Alsjeblieft. Eva Walker, gefeliciteerd. Jij gaat ook naar de eerste klas. Een heel rustig meisje. Maar niet te vergeten, een flink meisje. Gefeliciteerd. En ga voor 10, 10, 10, 10, 10. Ja? Gefeliciteerd. Alsjeblieft, Eva. En my man, Elijah. 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 Ja, je kan alleen maar lachen, hè, Elijah. Oké, okay, goed zo. Gefeliciteerd. Je gaat nu naar de eerste klas. Dat wil zeggen dat we sommen gaan maken en woordjes gaan schrijven. Maar je kan het. Je bent een flinke jongen. Ik ben trots op je. Doe je best. Ja, Elijah? Alsjeblieft, Elijah. De volgende 3. Jasmine Alene, Valdemar Misijan en Rishairo Weengaarden. Mevrouw Alene, gefeliciteerd. Vanavond heb je roze lippenstift. Het staat je goed. Blijf je best doen. Ja, je kan het. Je bent flink. Je bent trots. Ik ben trots op je. En we gaan voor die 10. Ja, maar voordat ik je certificaat geef of je jaarboek, moeten jullie even kijken naar voren. Valdemar, even naar voren. Even naar voren. Juist. Oké, okay, goed zo. Jasmine. Jasmine Alene, alsjeblieft. Goed zo. Valdemar Misijan.
kleine flinke man. Veel succes. We gaan alleen voor die 10, hè? Alleen maar 10, want de basis is gelegd. Valde maar, Missijan. Veel succes. Alsjeblieft, pa. Richairo Weingarde. Hele rustige jongen, maar hij is heel erg flink. Ik ben trots op je. Veel succes. En we gaan alleen voor die? Voor die? 10, ik wil horen voor die 10. Voor die 10. Goed zo, gefeliciteerd. Alsjeblieft, Richairo Weingarde. Dan hebben we nog Joren Sapinas, Raylan Bossari en Sade Munslag. We nemen alle 50 gelijk, ja. Dan hebben we nog Kaylee Nora en Dikshan Lakshmi Persat. Met z'n 5. Jullie mogen staan voor de foto. Sade, even kijken. Ja, daar staan ze. De eerste is Joren Sapinas. Ook zo'n stil meisje. Maar super flink. Jorenza, je gaat naar de eerste. We gaan voor die 10. Zo 10. Ja, Jorenza? Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Raylan, je gaat naar de eerste. Goed zo. Gefeliciteerd. En ik ben trots op je, Raylan. We gaan alleen maar 10 halen. We gaan lezen en schrijven. Ja, toch, Sade? Gefeliciteerd, Sade. Je gaat ook naar de eerste. Heel veel succes. En je gaat sommen maken, je gaat woordjes schrijven. Je kan het, ik geloof in je. Gefeliciteerd. Alsjeblieft, Sade. Kaylee Nora, gefeliciteerd. En ook jij gaat naar de eerste klas. Je gaat je best doen, je bent grote zus geworden, dus je gaat het goede voorbeeld geven. Alsjeblieft, Kaylee Nora. En de laatste vanavond is Dikshan. Dikshan, gefeliciteerd. Je gaat ook naar de eerste. Doe heel hard je best. Je gaat lezen, je gaat schrijven en je gaat sommen maken. Je gaat alleen voor die? Diploma. Voor je diploma? Je gaat direct voor je diploma, je wil niet eerst een 10. Oh, oké. Okay. Gefeliciteerd, Dikshan. Maak nogmaals een applaus voor alle kleuterbeetjes. Goed zo. En natuurlijk staan ze daar allemaal om hun foto's te maken. En dan hebben we... We hebben dus het officieel gedeelte gehad. En juffrouw Lindsay, die wil ik eigenlijk niet wegsturen van kleuter B, hoor. Ik wil haar houden in kleuter B, want ze is zo goed. Maar jammer genoeg moet ik haar sturen naar leerjaar 1. Dus hier mevrouw Lindsay is ook over. Juf Lindsay takes off. Geweldig. Dames en heren, jongens en meisjes, dat was het officieel gedeelte. We zijn bijna klaar. We zijn bijna klaar. Ik wil nu alle kinderen die hier zo staan moeten snel weer even op hun plek. Zodat we kunnen gaan naar het einde van de avond. Kevin Crew, ja? Ik heb jullie nodig op het podium. En ouders, ik zei het net al. Een heel schooljaar hebben we samen met u gewerkt. Persoonlijk, via de telefoon, een mailtje. En u heeft heel veel ondersteund. En mijn dank naar u is enorm. Ik dank jullie wel voor het geduld dat jullie met ons hadden. Het was niet altijd fijn. Soms een beetje jugu-jugu, een beetje onduidelijkheid. Maar ook dat hoort erbij. Want uit fouten leer je. Ik dank jullie wel voor jullie feedback. Ik dank jullie wel voor jullie positieve reacties. Maar we kunnen het niet nalaten om een aantal van de ouders die extra hard hun best hebben gedaan om ze vanavond te belonen. Ik noem ze bij naam. Mag ik uitnodigen de mama van Janea Hiwat? Ze helpt altijd bij activiteiten en ze helpt juffrouw Lindsay in de ochtend. Ze is heel erg flexie. Waar is de mama van Janea? De mama van Tehila. Ze heeft altijd geholpen als de juf dat vroeg
Dus vanavond willen we haar ook heel erg bedanken. De moeder van Wishan, die biedt altijd een helpende hand, is altijd aanwezig bij alle activiteiten en ze is heel erg geduldig. De mama van Tehila Farnold. Waar is de mama van Tehila Farnold? Terwijl de mama van Tehila Farnold zich begeeft naar het podium, vraag ik aan mevrouw Gloria en mevrouw Vanity, als u de kinderen van kleuter A en degene die aan de foto hebben gemaakt, voor elkaar begeleiden om te zitten. En als het kan, ouders, als uw kind bij u is, als uw kind bij u houdt, zodat daar bij de fotoboot een flottere verloop heeft. Dank u wel. De mama van Rozen wil ik ook uitnodigen. Ze heeft altijd een bijdrage geleverd aan alle activiteiten. De mama van Melanie. Tijdens kerst heeft zij voor een groot deel van de spullen gezorgd. En 1 juli werkjes heeft zij gemaakt. Altijd geholpen bij alle activiteiten. Chanelle's mama. Op Chanelle's mama kun je altijd rekenen. Maakt altijd moeite. En is heel erg flexie als er hulp gevraagd wordt. Mevrouw Wendy Oliveira, dat is onze logopedist. Die willen we vandaag ook heel hartelijk bedanken. Dus we nodigen haar uit, mevrouw Oliveira. Ze helpt de juf met de leerlingen bij de activiteit. Is heel erg lief en geeft altijd feedback. Mevrouw Tamara Harris willen we ook uitnodigen. Altijd bij de activiteiten. Vervanger in de groepsapp en staat altijd klaar voor een helpende hand. Mag ik een applaus voor deze geweldige ouders? Bij de drummers moet ik de mama van... De mama van Kiki. De mama van Kiki wordt ook gevraagd om naar voren te komen, want ze is heel erg behulpzaam en we kunnen altijd een beroep op haar doen. Nou, daar staan ze. Ouders, heel hartelijk dank voor jullie hulp, jullie moeite, jullie inzet. Op welke wijze dan ook. Wat we geven komt uit ons hart. Het gaat niet om de gift, maar om het gebaar. Nogmaals een hartelijk applaus voor deze geweldige ouders. Dames, u mag ze een brasa geven en hun geschenkje. Alle kinderen die hier aan de voorkant staan, neem jullie alsjeblieft plaats, we zijn zo klaar. Littlemouth of Clay is niks zonder de ouders. Littlemouth of Clay is geen school zonder de kinderen. Dus daarom deze extra waardering voor deze ouders. Dank jullie wel. Nogmaals een warm applaus. Zo, dames en heren, we zijn dicht bij het einde nog heel even. Ja, dit was leuk hoor. Zo, ook de leerkrachten hebben een voordracht. En we willen, jongens en meisjes, dit moeten jullie niet missen. We hebben een voordracht.
Ik wil de ouders die daar staan een foto te maken. Vragen om dat te doen nadat we klaar zijn. We zijn nog ongeveer een kwartiertje klaar en dan mag u weer foto's maken. Anders mist u even de afsluiting. Kunnen alle ouders die daar staan voor foto's weer even plaatsnemen? Bij de aanvang op deze ouders en de kinderen die hier gaan zitten. Op deze ouders en de kinderen die moeten gaan zitten. Wil ik uitnodigen Wanda Naramlal en Sharma Bettersen. Mag ik een applausje voor Wanda Naramlal en Sharma Bettersen? Maken deel uit van het bestuur. Little Mouse of Clay is een stichting. De stichting Leri Fusabi bestaat uit bestuursleden, waaronder mijn persoon, Sharma Bettersen en Wanda Naramlal. En dames en heren, hier zijn ze dus. Vanavond wil ik ze ook een beetje in de bloemen leggen. Want ik ga u eerlijk zeggen, de school is nog geen volledige school. Maar er wordt heel hard gewerkt. Als u naast ons heeft gekeken, ziet u dat we uitbreiden. Heeft u dat gezien? U heeft niet gezien dat we uitbreiden? Die schutting gaat in de vakantie weg en dan hebben we gebouw 2. En achter mij staan deze twee sterke vrouwen. Het is Mele, is Belle, is Wan, er is een situatie, kan je komen? En dan komt mevrouw Ramlal naar school, dan komt ze kinderen observeren. Sharma, we zitten vast, kun je alsjeblieft even mailen? En dan gaat Sharma en dan mailt ze. Dus ik kan het niet nalaten om ze vanavond ook even in de bloemen te zetten. Wandana en Sharma, mijn dank is geweldig groot. En we zijn nog niet daar, we komen, maar voor nu moet ik jullie echt wel die granen geven. Maak een applaus voor ze. Alsjeblieft, en het is fijn als je direct even ontpakt. Sharma, alsjeblieft. En het is fijn als je het gelijk even ontpakt. Een roos voor een roos. En wat staat erop, Wandana? Er staat erop, Wandana, LMC is bij jou in goede handen. Thank you. En in goede handen, was die handen, zodat we echt in goede handen zijn. Sharma, wat staat er van jou? Sharma, LMC is bij jou in goede handen. Geweldig. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Zo, team. Zijn jullie ready, steady? We hebben een voordracht. Bemanningsleden van Vlucht 2018 op het podium. Okay.
Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Geweldig! Wacht even jongens en meisjes. Jullie mogen echt, straks mogen jullie Kiki dansen. We gaan even afsluiten. Ja, we gaan zo meteen taart snijden. Winnie zegt, krijg geen taart. Jongens en meisjes, jullie gaan naar de volgende klas. We gaan jullie missen, maar we weten dat jullie je best zullen doen, want de basis is gelegd. Ouders, het is vakantie, maar blijf herhalen met de kinderen en bereid ze voor op het nieuwe schooljaar. So long, farewell to you, my friend. Goodbye for now, until we meet again. Great to play and sing together at LMC. But now it's time to say goodbye. So long, farewell to you, my friends. Goodbye for now, until we meet again. Goodbye for now, until we meet again. Kevin Crew, take your seat. We gaan landen. 1, 2, 3. Zoom! Naar boven in de brug. We zitten in een vlucht. We zitten zo gezellig in de vliegmachine. En ieder kan ons zien. We hebben een plek voor 10. Lang leven de LMC-ertjes. Lang leven de LMC-ertjes. Daar zijn ze allemaal, gezellig bij elkaar. Ze zijn allen open aan het volgende klas. Ze gingen lekker voor, en ieder maakt niet door. Door naar het volgende leerjaar. Door naar het volgende. Check, check, check. She got me in my face. Gotta be real with it. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KP. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Run the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you.
Network. Put in Netflix and chill. What's your net? Cause I want you and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you. You already know what it is. Solid talk. Solid talk. Solid talk. Don't it do it for me? Now watch me there. Now watch me there. Now watch me there. Well, watch me there. Now watch me there. Watch me there. Now watch me there. Well, watch me there. We are the little, 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 little mouths of clay. Teach us and shape us with love all the way. We are course on it, huh? The little mouths of clay. Teach us and shape us with love all the way. Nog een keer en ik wil al die stemmetjes horen. 1, 2, 3. We are the little, 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 little mouths of clay. Teach us and shape us.